Mijn naam is Patrick Roebroeks, ik dagelijks leven creatief directeur van Xaga in Amsterdam. En al jarenlang columnist van het blad van Sjoerd Wijkamp. Event Branche Magazine, heel goed. En dat blad, in de persoon van Sjoerd, vroeg mij iemand uit te kiezen voor een bijzonder interview. En dat kon er eigenlijk wat mij betreft maar één zijn. En dat was Simon Neefjes, scheidend CEO van het grote reclamebureau TBA Neboco. Wat die man heeft neergezet, zowel commercieel als artistiek als creatief, is, vind ik zeer interessant. En ik heb dadelijk het genoegen om hem te ontvangen hier in deze prachtige kamer. En dan zal er een gesprek ontstaan en waar dat toe leidt, dat gaan we vanzelf meemaken. Ook al praten we al jaren over het vervagen van de lijntjes en de kaders binnen de wereld van marketing, communicatie en reclame, events staan nog altijd aan de zijlijn. En dan vraag jij mij om dat voor te lezen of ik het daar dan mee eens ben. Hè? Reageer eens op. Nou ja, kijk, wij. Wat ik probeer te prediken, zou ik maar zeggen. Je moet het gewoon beginnen met het toe te geven. Dat is ook het beste. Ja, nou, de goede vraag, goede stelling. Maar ik wil er toch het volgende over zeggen. We zijn beide actief in de wereld van de communicatie. En we hebben allemaal opdrachtgevers, dus feitelijk is het allemaal commerciële communicatie. Niet alleen het, is gewoon, het is gewoon normaal een vak. Ja. En je wil aandacht voor een boodschap, voor een moment of voor iets. En je wil eigenlijk dat mensen dat gaan delen. Dus in die zin zijn we allemaal actief in dezelfde vijver. Het moment dat wij gevraagd worden is alleen een ander. En ik zie dat dat aan het veranderen is. Namelijk, events waren soms one-offs voor bedrijven. Oh ja, we hebben een introductie. Oh ja, we bestaan zoveel jaar. De baas neemt afscheid. Nou, noem maar op. Er waren allerlei redenen waarom dat je een live ervaring, dat je daar behoefte voor had. Maar je had altijd behoefte aan communicatie. En dat maakt dat de, ik wou zeggen, de traditionele reclame, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar de, dat mag niet meer. Zeker. De communicatieindustrie heeft al veel langer die verbindenis met opdrachtgevers en is al veel langer in gesprek. En wat je ziet, dat ik zit sinds 2001 in dit vak, want daarvoor maakte ik televisieprogramma's. Je zal dat niet geloven, maar dat is echt zo. Bij de NOS en IDTV en veel evenementen geproduceerd. En de afgelopen 20 jaar zie je dat partijen als Xaga ook steeds vaker en vol continu aan tafel zitten. Ja. En dat was vroeger echt anders. In die zin zou ik de stelling iets willen veranderen. Zeg, de wereld is, het is maar goed dat de wereld voortdurend aan verandering onderhevig is. En je ziet, niet als je een traditioneel business hebt. Ja, maar daarom is dus. Daarom, is dat ook allemaal niet goed? Ja, dat is geen goed nieuws. Dat is geen goed nieuws, maar dat maakt jullie innovatief en dat maakt ons assertief. Ja. Ik denk dat ik kan hier wel twee dingen over zeggen, zeg maar. Kijk, events, en dat is eigenlijk een beetje een dom begrip eigenlijk. Eigenlijk moet je daar een beter iets voor verzinnen. Dus misschien komen we daar nog wel op, want dat ik aan het praten ben. Maar dat neemt een grotere plek in de set van communicatiemiddelen die adverteerders overwegen. En dat heeft puur te maken met het feit dat het natuurlijk een heel direct middel is, hè, dat je ook letterlijk een live contact met een merk hebt. En inderdaad, wat ik ook zei, binnen TBA internationaal heb je Auditoire en nog een aantal andere bedrijven. Nou, omdat er een nieuwe trein van de SNCF wordt gelanceerd in een enorme zaal, en die gaat via augmented reality, rijdt die over het publiek heen. Ja, dat gaat tientallen miljoenen mensen zien dat gewoon, omdat dat zo'n bijzondere. En datzelfde geldt inderdaad voor de aantal voorbeelden die gepasseerd zijn. Dus dat wordt steeds belangrijker. Omdat het communities zijn, het zijn gelijkgestemde mensen. En daar kun je iets voor verzinnen waar ze op af willen komen. En het is een hele sterke binding met een brand. Je kan het ook koppelen aan het kopen van producten. Dus er zijn heel veel. Dus dat is absoluut groeiende. Ik denk wat eigenlijk misschien nog wel belangrijker is in dit spectrum. We hebben altijd gesproken vanuit het centrum van een merk eigenlijk. Dus dan heb je marketing, je hebt een commerciële strategie, je hebt een jaarkalender en hoe gaan we dat invullen? En dat is, en daarom heb ik ook gezegd van, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk middelen die vaak voorbij komen wel in huis te hebben. En natuurlijk hadden we 10 jaar of 20 jaar geleden nog geen apps en daarna wel en CRM. En dus,
Dat is allemaal veranderd. En we hebben zelfs een tijdje een brand experience company gehad. Met Marcel Beerthuis, een sponsor company. Dus ook daar was heel veel ruimte voor. Omdat met name ook bijvoorbeeld Heineken daar natuurlijk veel in deed. Maar het is ook daarin, is het denk ik, en dat wordt vaak een beetje onderschat, is het gewoon de personen die het hem doen. He, dus dat is denk ik ook het succes wat Xaga heeft met Patrick. Jij bent als persoon gewoon iemand waar mensen gewoon heel erg graag naar luisteren en advies van krijgen. Omdat je een beetje boven de branche uitsteekt. En dan wordt die discussie natuurlijk weer wat anders, want dan ben je op een andere wijze aan het communiceren. Ja, dus dan kan je namelijk overwegingen bij een opdrachtgever neerleggen die misschien zelf helemaal nog niet bedacht had. En waardoor je eigenlijk door ze zelf ook een beetje na gaat denken over hoe je over commercie en exposure na kan denken. Maar als je kijkt naar. Maar het blijft in die zin nog steeds wel een specifieke discipline, denk ik. Ik denk ook dat goed is, anders vervaagt het, dan weet je niet meer waar je in zit. Ik denk ook, nogmaals, dat die naam. Dat moet eigenlijk. Ik vind dat live contact is al mooi, bijvoorbeeld. Hè. Dus alhoewel dat misschien weer wat uitleg behoeft, maar dat is toch wel een mooi iets. Zou zelfs nog tot nieuwe ideeën kunnen leiden. Dat je zegt, ja, wat is het verschil tussen een event en een callcenter bijvoorbeeld. Ik noem maar even, wat is beide live contact. Maar het is toch een hele andere ervaring. Wat ik zelf had. Ja. In ieder geval sta ik heel lang te wachten op mijn callcenter. Nou, dat moet je op een event niet proberen. Want dan wordt de meute boos. Dus je zou daar veel van kunnen leren, denk ik. Dus je zou zelfs kunnen zeggen van oké, bij dat live contact. Misschien is het wel zo belangrijk in alle aspecten. Inderdaad, tot en met callcenters of in de winkel. Dat je daar, dat je de standaarden die jij erop voor houdt in events die vrij hoog zijn. Mm-hmm. Dus dat gaat over hospitality en over een ervaring. Als je dat loslaat op al die live context, dan wordt dat ook wel een heel interessante business natuurlijk. Hè, wat steeds belangrijker wordt. Maar het gaat dus voor een groot deel ook over personen. Kijk, als je, zeg maar, ik noem even de premium handel, hè, dus waar ik het net over had. Dat zijn mensen die dus dingen in China laten maken of in andere plekken. En die bedenken ook wel eens ideeën. Kijk, je zult daar, als je daar iemand tegenkomt die ook boven zijn eigen discipline uitstijgt en makkelijker kan praten over wat je nou allemaal zou kunnen doen. Maar ik heb dat daar nog niet gezien of zoiets, maar dan wordt het ook anders. Hè. Dus het zit hem ook. Het is ook een heel persoonlijk vak, want uiteindelijk gaat het over. Het is geen machine of zoiets. Het gaat over mensen. Het gaat over, en dat is natuurlijk altijd in ons vak. Je hebt marketingbazen, je hebt CEO's en je hebt bazen van bureaus en creatief directeuren. En ja, die chemie daartussen is eigenlijk best wel cruciaal hoe dat werkt. Kijk, en wij. Een gesprek dat aan elkaar hangt van anekdotes natuurlijk. Wij deden ooit het huwelijksfeest van Willem en Maxima. Ja. In de Amsterdam Arena. Loes Luca was daar de ceremoniemeester van dienst. Dat was eigenlijk voor de eerste keer dat een staatshoofd zijn voorgenomen huwelijk, want dat was de avond vooraf gaan aan zijn huwelijk, vierde met 50.000 beste bekenden, ja. Vrienden zou ik zeggen. Dat is wel veel, zeg. 4,5 miljoen bezoekers via de televisie. En wij startten ooit het bedrijf met dat evenement. Ja, veel stadionleden gedaan, dus via kregen wij, overigens via een reclamebureau kregen wij deze opdrachten toegespeeld. Dat werd het huwelijksfeest, meer samen, samen meer. We dachten het thema, dat is handig, want dan kan je alles ophangen. Ja, 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 ja. En toen mocht ik Willem-Alexander en zijn vrouw, met wie die de dagen na het huwelijk zou treden, naar de auto begeleiden. En toen gaf hij mij het volgende compliment, daar heb ik veel van geleerd. En toen zei hij, bij mijn volgende huwelijk bel ik je weer. En wilde hij mij een compliment geven voor hetgene wat wij... Uitermate geestig trouwens. Ja, hele scherpe en gevatte opmerking. En ik zeg, hou je kruid droog, want je moet nog een hele dag. Ik mag nu instorten. Ja, ja. Hier kan ik een story mee halen, hè, met deze kwam. Ja, maar goed, het is ook letterlijk wat hij hier op dat moment zei. En het geeft me een beetje aan, wij komen dus heel vaak eenmalig langs. Ja, ja. Wat ik gezien heb vanaf het moment dat dit huwelijk plaatsvond en hetgene wat mijn bureau zich nu in ontwikkeld heeft, en ook de aantal klanten, type klanten, wij zitten bij al die klanten heel erg lang. We hebben 9 jaar lang als we erbij hebben gedaan. Hutsens B, dingen, Albert Heijn, jarenlang, nu de Ethos die ons naar binnen haalt. Ja. En ook de type klant van retailers, het worden. Maar ik zou bijvoorbeeld, maar goed, dat is. Ja. Kijk, business is een van de moeilijkste dingen van lijkt mij. We hebben natuurlijk ook verschillende bureaus altijd gehad. En
En wat, er waren twee typen broodjes die altijd heel moeilijk binnen de groep waren. Hè. Dus je kijkt wel de resultaten per maand en hoe dat gaat. En design company, maar dat, altijd super moeilijk, hè. Dat was altijd super moeilijk, want die hadden gewoon een hele goede, dat was weer een opdracht, nou dan ging het weer een half jaar goed en dan was het even niks. Boom. En experience company had dat ook. Hè. Dus die vroeger heette dat sponsor company. Omdat ook daar, ja, als je een event zat, dan ging het allemaal goed en zo. En of twee en heel druk en het soort weer. Nou, het is heel moeilijk om dat op te managen, omdat het urenbusiness is. Dus als mensen niks doen, verdien je echt, heb je echt verlies. En als je te veel business hebt, moet je freelancers binnenhalen. En dan verdien je eigenlijk niks. Dus eigenlijk hebben we dat een beetje afgebouwd. Hè. Dus die twee bedrijven die hebben we gewoon allemaal laten gaan. Want dat is bijna niet te managen voor. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat in jouw vak moeilijk is. Hè. Dus dat je zegt van oké, ik moet eigenlijk de continuïteit waarborgen. Want met continuïteit kun je dus een bepaald personeelsbestand hebben. Hè, met een aantal medewerkers. En dan geeft dat wat meer structurele business. Waardoor je beter kan opereren. En dus ik zou zelf dan, het is een groeiende business, het is ook steeds belangrijker. Ik zou proberen om te kijken of je inderdaad, dat heb je ook al in je, om te kijken of je dat live contact, of je dat kan verbreden naar iets wat eigenlijk continu geldt. Hè? Dus wat niet alleen geldt als je bij een event bent, maar eigenlijk op alle andere plekken geldt. Want ik weet 100% zeker als jij met de hospitality expertise, en hospitality is vind ik een fantastisch woord. Ik ben ooit begonnen altijd met vakantiewerken in de horeca. Ik vind dat iedereen dat moet doen. Hè? Ja, dat gaat letterlijk over hospitality en over service verlenen. En dat als je met die ogen kijkt naar alle contacten die er zijn, dat heel snel kan helpen om een bedrijf, en dat gaat van een winkel binnenkomen tot inderdaad callcenters, tot wij spreken een pakje thuis krijgen. Het zijn allemaal dat soort ervaringen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dan weer dingen zijn waar je over na kan denken als je in die business zit. Want ja, het is nou helemaal zo dat een Albert Heijn kerstmarkt, die is alleen met kerst. Hè? Dus, en als die dan doorgaat of niet. Maar, dat blijft natuurlijk een ding. Dat zou ik heel moeilijk managen vinden. Hè? Zeg maar, of je moet dan enorm, dus een auditoire heeft een bepaalde grootte bereikt. Dus dat eigenlijk het elkaar opheft. Hè? Dat er altijd wel ergens een event, dan praat je echt over heel veel mensen. Dus dat lijkt me nog even de moeilijkste uitdaging. Dus er werken bij ons nu 25 mensen. Ik geloof zelfs dat we op dit moment op 28 zitten. Ja. Waarbij de basisschil continu op kantoor is, 15, 16 mensen. Dat is al jaren eigenlijk zo. En nu doordat 100 jaar KLM en hele grote klussen, de Dutch Food Week daarbij komen. En dat zijn eigenlijk, 100 jaar KLM is typisch een one-off. Ja. Waar je bedrijf behoorlijk onder druk zet. Dat hebben wij goed weten weg te managen om daar een heel kwalitatief hoogwaardig team bij elkaar te zetten, waar ook een aantal freelancers mee doen in onze club, omdat wij heel vaak freelancers hebben die bij ons 5-6 maanden werken. En daarnaast is juist in de wereld waar wij elkaar in het verleden heel erg getroffen hebben, dat zijn juist die dingen die juist heel erg vaak terugkomen. Bij Albert Heijn wordt het namelijk ieder jaar kerstmis en ieder jaar Sinterklaas en ieder jaar Pasen en ieder jaar is er weer een buitendag, et cetera. Nou, dus wat mijn ambitie is geweest de afgelopen 3 jaar om te zorgen dat ik die kalender wat vlakker kan maken. In de zin van dat ik de dieptepunten eruit kan halen. Ja. Maar dat ik altijd die 20, 25 mensen wel kan betalen. Ik hoef jou niet te vertellen welke rekensom je daarop los moet laten. Wat je dan in potentie en marge zou kunnen overhouden. En je ziet dat wij letterlijk nu aan de vooravond staan van de stad die weer een tikkie doortikt. Ja. Van ga je misschien wel naar de 40? En waar wil je dat in vinden? Wil je dat in festivalland vinden? We zijn niet eens een festivaltak begonnen al een jaar geleden, waar de uitmarkt in zit, waar we camping op stelt hebben gedaan afgelopen week. Er zit ook wel iets meer continuïteit in, want je weet ook. Dat zijn je eigen merken. Wij bedenken dingen voor klanten en die zijn vervolgens van een klant. Dat is ook hartstikke goed en het is aan hun om te bepalen of ze op termijn met ons doorgaan. Je hebt niet bij alle klanten de trouwe contractpartner, zal ik maar zeggen, die zegt, nou, dat gaan we in de komende 25 jaar met jou doorontwikkelen. Dat blijkt alleen maar als je succes hebt. Nou, kijk, wij vinden het leuk om bij succes om daar te trekken. En op het moment dat je dan is iedereen blij. En dan heb je ook
verschillende mensen nodig. Je hebt zeg maar, ik noem altijd super en diesels nodig. Super is mensen die kunnen knallen en die 4 maanden lang heel makkelijk. Echte producers. Die echt gewoon voor een hoogtepunt toe werken. En je hebt mensen die zijn de diesels, die gewoon iedere keer weer dat die merken. En naarmate je bedrijf groter groeit, en dat geluk hebben we, ben je in de staat zowel de diesel als de. Als de mensen die super tanken in huis te halen. Account managers. Dat was een functie die hadden wij helemaal niet. We hadden gewoon projectmanagers. We hebben nu client directors bij ons. Eigenlijk moet je daar wel ver weg. Dat wordt ook allemaal juist opgeheven bij in die communicatiegroep. Dus daar ga je nu heen. Je ontkomt er niet aan. Dat er zoveel gebeurt bij een ethos. Nee, je wilt toch dat iemand daar een beetje verstand van heeft. En die ook dat gesprek met de klant aan kan. Net zoals dat jij jezelf meebracht of Diederik meebracht, Diederik Coupan, dus een man. Daar heb je er maar een paar van in onze business. Heb je er ook maar gewoon een paar van, zo simpel is het. En je zoekt ze iedere keer, en Sjoerd interviewt ze dan. En ik vraag dan heel vaak aan Sjoerd, waar zit er weer een? Zit er in Zwolle nog een? Zit er in het zuiden nog een? Want wij kunnen ze wel gebruiken. Ja, dus kunnen overal vandaan komen. Ja, en hebben ze diezelfde energie om dat vak te promoten en ook. En te verkopen richting het land. Maar heb jij dan zeg maar een concreet idee over waar je meer continuïteit vandaan kan halen? Want dan zou je kunnen zeggen, maar even zo'n live event, dat heeft altijd die piek in zich en een dal. Dus nou, als je dat genoeg van hebt, dan heft het zichzelf op, is het natuurlijk ook perfect. Maar ik kan me ook voorstellen dat je naar daar denkt van oké, maar hoe kan het dan toch structureler? Aan tafel gaan zitten. Dat zijn met name de klanten waar wij elkaar voor moeten. Maar dus ook een uitbreiding richting, wat ik net zei, hospitality op andere gebieden. Ja, nee, kijk, de hospitality, we hebben altijd. In alle winkels, maar dan continu of zoiets. Want dat is echt een heel andere problematiek, maar zeker. Dat is elkaar wel heel erg raar. Ja, dus nee, kijk, we hebben sowieso heel veel mensen. Niet zo die bureaus die daar echt in gespecialiseerd zijn of zoiets. Nee. Je hebt natuurlijk designbureaus voor winkels. Hetzelfde geldt een beetje voor callcenters. Het zit een beetje in een hoek wat buiten het zicht is van veel marketeers misschien ook wel zelfs. Ja. Dus het is een van de meest belangrijke dingen die er is. Dus En die ook maar roepen, hoe kan het nou dat alle winkels leeg staan? Ja. Het is een interessante opening. Ja. Nou ja, kijk, mijn vader had vroeger een schoenenzaak in Roermond. Daar kwamen dus klanten. Ja, ik heb nu geen schoenen aan, heel goed. Ik heb de tikken en overgehouden dat ik altijd weet wat voor schoenen mensen aan hebben. Dus weet je wat ik aan heb? Ja, dat heb ik natuurlijk. Nee, maar dat maakt niet uit. Dus geen veters. Dus dat zie ik eigenlijk automatisch. Ja, en als mijn vader geen klanten in de zaak had, dan ging hij op de stoep van zijn winkel staan. En desnoods gewoon midden op de Hamstraatpromenade in Roermond. En dan ging hij gewoon het gesprek aan. En hij was voorzitter van zo'n beetje alles in Roermond. Zodat iedereen hem kende. Ja, dus kocht je je schoenen aanspreken. Tuurlijk wordt het niet eens tijd. En bovendien, ik weet dat je broer gaat trouwen. Je hebt volgende week het 100 jaar bestaan van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Moet je wel een beetje patent schoenen aan hebben, vriend. Daar kom je hier niet mee weg. En dat zit er gewoon wel in. Dus dat ondernemerschap om. Dus ik denk dat. Wij noemen dat zeg maar live communicatievak. Ja. Omdat het vaak begint met living communicatie. Maar het is ook niet alleen maar live. Het is ook, we maken ook filmpjes. Het afscheid van Dick Boer. Waar jij bij was, volgens mij. Dan maakten wij een portret van de beste man. En dat doen we toch anders dan een gemiddeld bureau. Ja. Omdat ze zeggen: hé. Het wordt ineens een man van vlees en bloed en was toen de spanning een beetje af. Want hij keek een beetje terug op zijn carrière. Ja. Dat maakt dat het prettiger was, zou ik maar zeggen. En je ziet dat je steeds met die stappen gaat maken. Ja. Dus wij worden steeds meer de partners om dat soort problemen voor bedrijven op te lossen. Ja. Ja. Dankzij onder andere dat verhaal doen wij nu de Dutch Food Week. Waarbij Rabobank, Friesland Campina, meerdere ministeries samenkomen. En dat is echt een high-end, hooggekwalificeerd podium waarin de hele agri-food wereld zich presenteert. En daar heb ik andere mensen nodig die een klant kunnen uitvoeren. Het is ook een week, het is niet één, dus het is ook weer anders. En totaal andere middelen, en het is gewoon een totaal andere politieke community waar je in gaat begeven. En dan moet je dus mensen. Maar ik heb het heel concreet over nog iets anders, wat ik net zei. Als je zou zeggen tegen, noem maar even een foto van Ziggo of iets, ik probeer die mensen ook wel eens te bellen. Dat is best wel lastig nog steeds. Dus dat zouden gewoon connecties kunnen zijn waar je makkelijk door kan gaan, toch? Zeker, Vanuit je
Maar goed, ik denk dat daar niet genoeg naar gekeken wordt, maar dat zou bijvoorbeeld een verdere verdieping van live contacten. Nou, of je moet het een andere naam noemen over zo, want dan is het live events, dan blijft het events. Ja, ik heb het woord events, zoals reclame bij TBA, niet op site staat events niet bij ons. Ja, wij produceerden een contactmoment, wij noemen dat iedere keer wel anders. Ja, en ik vond live ook niet genoeg meer. Ja, omdat we natuurlijk ook gewoon campagnes hebben gemaakt. We hebben natuurlijk voor de Bijenkorf jarenlang de driedaagse dagen gedaan. En dat deden we de Joanne Lumley, Jennifer Saunders-achtige campagne. En dat schoten we de film ook. Maar als een soort add-on van de gedachte dat je met zo iemand, met uitspraken en met de wereld die ze met zich meebracht, dat je die uitverkopen een enorme zwengel kon geven. Maar ik kan me voorstellen dat je zeg maar in je strategie zeg maar zou zeggen van oké, of ik ga gewoon door op zeg maar, ik noem het toch even live events of aanleidingen zeg maar om mensen bij elkaar te halen en dan. En dat kan je overigens ook verbreden, hè? Dus dat je zegt, oké, dan maken we ook omni-channel campagnes van en probeer wat lengte aan toe te geven. Of je gaat zeggen van, oké, ik wil structurelere business en ik ga dat live contact, zeg maar, dan ga ik zeggen, maar dan is het voor het merk elk live contact wat je hebt. Maakt niet uit waar het is, dus omni-channel live contact is waar. Of ga daar, dat zijn hele andere paden, zeg maar, en waar ook andere kennis voor uit. Ja, vooral andere mensen. Kijk, je realiseert je heel sterk dat het zijn nu twee voorbeelden die momenteel spelen die ik helaas nog niet mag noemen, maar samenwerken. Zo, we zijn onder ons. Zeker, ja. En 6 telefoons en 4 camera's. Nee, maar laat ik een voorbeeld Vietkan en Wen noemen. Ik werk geregeld samen met House Sports. Worden ingehuurd als zij een groot project als de coolste baan van Nederland hebben. Ja. Dan zeggen zij, wij begrijpen de wereld van de sport, daar komen wij vandaan. Dat vind ik trouwens een heel knap event, wat zo uit de grond gestampt is. Ja. Dat is eerst kan ik het horen dat ik, nou dat is best een risico, maar het is behoorlijk goed uitgepakt. Nou ja, zijn eerste jaar was het begroot volgens mij 4 miljoen, vier jaar later was het 10 miljoen. Ja, moet je nagaan, maar als je dat, ook die 4 miljoen is al heel veel geld om te... 7 miljoen commercieel geld uit de markt gehaald, dat is echt enorm veel. Ja. En toen zei ze, nou wij zijn daar heel sterk in. En wij begrijpen ook nog eens een keertje de sport, dus we kunnen ook nog eens een keer een ijsbaan neerleggen die deugt. Maar alles wat aan events had plaatsgevonden, 275 evenementen in die periode die hebben plaatsgevonden, met een opening, een sluiting en wat die eruit kreeg. Maar Patrick, als jij dat nou met jouw partij pakt, dus van, gaan wij heel erg samenwerken met ze, zijn zij supergoed in datgene wat zij kunnen doen. En inmiddels is daar een soort samenwerkingsverband uit ontstaan. Waarbij ook geen muurtjes meer staan. Die muurtjes zijn echt slecht. Want Patrick, bedenk jij wat de kleur blauw is? Jij bedenkt wie de presentator moet. Daar hebben we wel een gedachte en een mening en een input voor. Ja. Maar uiteindelijk is dat een discipline die jullie in de aard. Ja, als je wakker wordt. En zo is het ook. En dan werk je erg samen. En dan kun je ook grote dingen doen. Dus de grote dingen die ik net noemde, waar volgend jaar iedereen naar zal gaan kijken, kan je alleen maar doen. Als je samenwerkt, en dat kan je samen doen met de traditionele communicatiebureaus, de traditionele eventbureaus, de traditionele sportmarketingbureaus, omdat je het alleen maar op elkaars schouders kan doen, omdat je het als één pitter natuurlijk nooit lukt. En ik denk dat ons vak altijd in moet samenwerken. Dat is namelijk onderdeel van live. Je doet niet in je eentje. Maar ik denk ook dat zeg maar, de specifieke discipline die dat met zich meebrengt, hè, dat het organiseren, dat is het ook echt. Dat is iets waar heel veel communicatiegroepen en mediabureaus, die inmiddels ook groot aan het worden zijn in alle disciplines, natuurlijk zich heel niet zo snel aan zullen branden. Nee. Dat is natuurlijk ook een heel specifiek, want het is zo'n specifiek vak met zoveel overal risico. Ja, zeker. Als het misgaat, gaat het ook echt behoorlijk mis natuurlijk, want het is ook heel veel mensen op één plek. Ja, dat kan volledig uit de hand lopen, dus dat is een groot risico. Dat is gevaar, ja, dus het is, ik denk ook dat het een heel moeilijk terrein is om dat geldt er ook een beetje voor, maar dat vind ik een wat eenvoudiger handel voor premium. Daar zit het risico weer op. Je bestelt iets en het is niet goed. Er zijn behoorlijk wat tijd op failliet gegaan. Hè? Want ik moet helemaal 400.000 Heinekenhoeden en het randje is niet goed. Ja, dan heb je dus een probleem. Dan heb je dat voorgeschoten. Maar dat geldt op een andere manier, denk ik, voor specifiek deze business. Het is eigenlijk heel moeilijk om daar zomaar in te gaan. Ja. Ja, maar wat ik wel grappig vind, volgens mij gaf Simon eigenlijk, tenminste als ik het mag uitleggen, eigenlijk zeg jij van die expertise en dat vanuit die hospitality denken, wat natuurlijk in de events, als je dat niet doet, dan val je natuurlijk meteen op de man. Maar volgens mij zegt Simon eigenlijk ook van, kijk eens in de schil eromheen,
En zie winkels, zie callcenters, zie, zit daar niet ergens ook... Die vraag is twee keer gesteld. Ja. Ja. Hij ziet dat niet zitten. Hij hield dat af. Maar... Nee, dat is niet waar. Ik probeer deze iets anders te doen. Ja, nee, maar ik snap ook dat... wat je zegt. Dat zijn natuurlijk daar heb je mensen voor nodig. Maar nee, ik probeerde toen een aantal keer te zeggen dat, zeg maar, bij ons kantoor en in vele eventbureaus... dat je ziet dat heel veel mensen uit de hotelschool daar hun plek vinden. We hebben eigenlijk standaard twee hotelschoolstudenten bij ons thuis lopen. Maar hoe goed zou het zijn als die mensen naar bijvoorbeeld callcentergesprekken zouden kijken? Ja, zeker. He, dus dan, kijk, dan gaat het, oké, maar wat is nou je core focus? Het is voor mij ook heel makkelijk, als ik een opdrachtgever ben en die zou naar mij toe komen en zeggen, luister eens, joh, wij doen altijd die events en zo, hospitality, ik ben er super tevreden over. Maar waarom ga je nou zo met je klant om als je ze in de winkel of aan de lijn hebt, of ook een ander moment, ja, of aan een servicebalie sta in de bijenkorf boven of weet ik veel wat. Dus kijk, dan ben ik al geïnteresseerd en denk ik, wacht even, die gaat er met, en dan zeg je, we gaan er met een hospitality look naar kijken. Ja. Nee, dus even... Ik vind het heel interessant. Nee, zeker. En je ziet ook dat heel veel mensen die ons volgen en in het vak jouw blad lezen, columns lezen, die komen uit die wereld en die gaan op een gegeven moment een afslag maken, maar je merkt dat wij dat eigenlijk automatisch meenemen. En het niet als zodanig, dus in die zin is het een hartstikke goede inzicht. Ik denk ook dat het heel erg onderschat wordt door, want je kan al communiceren met heel veel geld in banners stoppen. Maar als dan vervolgens die live call, als je te weinig mensen hebt, dus dat ik 10 minuten moet wachten of een half uur, weet je, dan is dat eigenlijk allemaal weer weg. Ik heb in dit verband een aardige in een van de bedrijven waar jullie als Slingshot ook in zitten van boven. Je vertelde me net. Ik had pas geleden een dingetje aan mijn fiets. Mijn fiets werd gerepareerd. Ik kreeg een elektrische vermogen. Hij is al behoorlijk oud, is die? Nee, deze, maar dat was kapot. Net iets te vroeg, vond ik. Dus ik kreeg een dag een leenfiets. Een elektrische. Ja. Net een wat geüpgraden variant. Dat doen ze goed. Supergoed. En het probleem is alleen, ik fietste dan mee naar kantoor. Dus ik denk, ik ga eens even gas geven. Dus kijk hoe dat is. Dat is best tof. Dus ik ging zo voorover, terwijl ik normaal een beetje oude mannenstuur heb. En ik trek het stuur van mijn fiets af. Zo. En ik echt met trillende knieën kom ik tot stilstand. Ik ging echt hard. Een collega van mij ziet dat allemaal. Ik kom op kantoor en ik was... Nou, ik denk, ik had gewoon al mijn voorstander en mijn gezicht kunnen hebben. Dus ik bel op. Ik zeg, luister, er ligt hier een fiets in twee delen. Ja. Kom maar halen. Toen had ik een ervaring als consument. Ja. En op datzelfde moment... Twee bureaus verder bij Xaga was een collega van mij die had problemen met haar keuken. En die twee dingen heb ik bij Xaga naast elkaar gelegd, hoe de ene bedrijf het oplost en het andere bedrijf. Ik belde Van Moof, dit is gebeurd, zegt hij, meneer, gaat u rustig zitten, pak een kop koffie, ik bel u over een uur terug. Zei hij, een uur later belde die man terug, zei van, luister, hoe gaat het nu met u? Dus je bent enorm geschrokken, houd er rekening mee, de fiets, dat regelen wij, geen punt. Zegt hij, maar hoe gaat het met u? Die fiets interesseert ons even niet, hoe gaat het direct naar mij? Ja. Terwijl aan de twee bureaus verderop zat iemand echt te schreeuwen over een keuken die werd niet... Nou is het alleen... ook wel echt een groot probleem. Nee, dus dat ging alleen maar mis. En 3 uur later stond er iemand van mijn hoofd met mijn fiets. Ja, die rekening hoef je natuurlijk niet te betalen. Een reep chocola en een slecht geschreven briefje met 2 spelfouten. Maar doet er niet toe. Ik ben fan van het leven zo. Dus het ene moment scoorde het ene bedrijf. Die maakte me echt tot vriend. En de andere dag zei iemand, nou deze keuken, als één van jullie over onze afdeling schreeuwend... nog bij dit merk een keuken kopen, dan ga ik persoonlijk zorgen dat het niet geval was. En toen heb ik iedereen bij elkaar geroepen. Ik stond daar ook een keukenbuur, zo is het. Nee, maar goed, ik heb als ervaring, NS1, ik zei einde van de dag, zei jongens, wat gebeurt hier nou? Ik zeg, ik vind het super interessant wat er gebeurt. Zij maken mij echt als fan. En hier wordt echt een haat gecreëerd. Maar dus je moet kijken, je geeft eigenlijk al een sales pitch, hoe je scripts zou kunnen maken of cadeautjes of dingen. Ja. Dus ik heb ook altijd, maar goed, je zit dus als consument, kijk je ook als marketeer altijd natuurlijk naar dingen. En mijn vrouw die vindt het fantastisch, want ik vind niets leuker dan een telefoontje plegen over bijvoorbeeld iets wat misgegaan is of iets wat, weet je wel, dan ik geniet daar gewoon van, met name van hoe mensen reageren. En ik ben ook vaak verbaasd hoe dat in elkaar zit. Ik heb vaak laatst ook Luc van Os van Hurst, dat is een quote en zo. Zeg ik, ja, het is zo bijzonder, maar dat zie je sowieso, dus elke keer zie ik allemaal cadeautjes voor nieuwe abonnees en ik heb dan zo'n blad ooit een keer genomen, ik heb eigenlijk nooit meer opgezegd, maar ik krijg dus nooit meer een cadeautje. Maar in de 10 jaar heb ik denk ik wel 100 cadeautjes voorbij zien komen en ik word niet beloond. Als trouw consument wel niet. Ja. Nou ja, ik vind het heel bijzonder. Ja. En, ja,
Dat is een wereld te winnen. Maar je kan alleen maar zeggen, je hebt gelijk. Ja, nee, maar ik geloof toen we nog op de bank zaten, zei ik, goede communicatie begint met aandacht geven. En letterlijk, toen we het hadden over de traditionele betekenis van het woord communicatie, in het Latijns is het iets gemeenschappelijk, maar in het Italiaans is het iets geven. Dus in de Italiaanse traditie, Salvatore, onze grote vriend van de Beowulf, zat ik in een discussie over wat betekent het woord nou eigenlijk. Nou, in het Italiaans is je moet iets geven om iets te kunnen krijgen. En zeg ik, nou, zie daar een totale mindset verandering van ons vak, dat je niet om aandacht moet vragen, maar dat je aandacht moet geven. Zie mijn Van Moof ervaring. Ja. Cadeautjes, ik wil je gewoon waarderen dat je zo lang trouw lid bent. En zie hoe de loterij, om als mooi voorbeeld, jou eens in de twee jaar stroopwafels doet laten verdienen. Ja, ja. Omdat uitgerekend is dat als jij één keer in de twee jaar stroopwafels krijgt aan een som van €1,23, dat je gewoon twee jaar aan een som van €15 per maand lid blijft. Kost per loyalty, ja. Ja, en ik denk dat daar in ons vak wel ook het een en ander te veranderen valt. Ja, hier staat de reclame en eventwereld hebben één ding in ieder geval gemeen. Er zijn te weinig goede bureaus. Ja, dat vind ik wel een hele moeilijke. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met het feit dat er geen andere goede bureaus waren. dat is makkelijker voor je business. Als ik opdrachtgever zijn, zou ik natuurlijk oneindig veel hele goede bureaus willen hebben, omdat ik dan oneindige keuze heb. Maar dat is niet zo. Dus, te weinig. Als ik een bureau heb, dan wil ik gewoon de beste zijn en dat iedereen naar mij toe wil. Dus voor mij hoeven er niet heel veel goede te zijn. Ik snap ergens wel waar dit vandaan komt, dat je zegt, ja, je moet op een gegeven moment een branche ontwikkelingsmogelijkheid als er meer goede bureaus zijn. Dat is ook zo, maar... Die ook juist met die tijd mee kunnen gaan waar we het in het begin over hadden. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk vanzelf altijd. Hè. Dus, de slechte vallen af en een goede blijven en een nieuwe komen. Die snappen wat er aan de hand is. Te weinig goede bureaus, ja, dat is eigenlijk altijd zo en tegelijkertijd ook weer niet, als je zelf goed bent is het ook weer niet heel erg of zoiets. Dus stel je voor dat er inderdaad allemaal hele goede andere bureaus zijn, ja, dan gaan al die klanten gaan elke keer ergens anders heen. Ja. Dus dan heb je helemaal geen continuïteit. Voor onze tak van sport, Patrick? Ik denk dat er op zich heel veel goede bureaus zijn, alleen voor hele specifieke vraagstukken. Ik denk niet dat in jullie, kijk, bij maar reclamebureaus bestaat al zo lang, dat is enorm veranderd en kleiner geworden en zo. Maar ik denk in eventbranche zijn er gewoon niet zo heel veel merken die überhaupt bekend zijn. Dus dat is, ik zou buiten Xaga, zou ik er nog misschien een, nou, dan heb ik nog wat afkortingen, maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik zou echt niet weten welke partij nou groot is in deze business. Dat zou ik echt niet weten. Nou, dat zijn er natuurlijk al echt wel een paar, maar die zijn ook heel groot in een specifieke tak. Ja, en die zijn al minder met marketing bij, met branding en marketing. Ja, en mij wordt wel eens verweten dat wij er veel te weinig aan doen. Ik heb het idee dat we best geregeld van ons doen laten horen. Ja. En dat komt ook omdat wij vrij geregeld producties hebben waar je over de roeptoeter kan pakken. En met grote brands. Mooie grote klanten en soms ook mooie dingen waar je juist mooi beeld van hebt en mooie filmpjes van hebt, zodat je kunt laten zien wat je doet en waar dus ook de aandacht trekt en waar je prijzen mee wint en et cetera. Wat ik nog interessant vind in de eigenlijk vervolgstappen hierop, is dat je ziet dat de reclameindustrie, als we het woord reclame en events even aan elkaar halen, dat die wel heel erg tot grote internationale netwerken zijn samengesmeed en dat eigenlijk in de eventindustrie dat helemaal nog niet is. En dat vind ik een interessante vraag aan jou. Hoe maken we dat? Kijk, die netwerken zijn ontstaan in een periode waarin heel veel grote merken internationaal werk maakten, wat ze overal, de Coca-Cola's en de McDonald's en zo. En wat je ziet is naarmate zeg maar, de bestaande massa, zoals tv en zo, radio, allemaal wat minder. Dus social wordt belangrijker, lokale cultuur wordt belangrijker. Events heeft natuurlijk van alles met lokaal te maken. En dan is het per definitie al wat lastiger om economies of scale te halen, denk ik. Dus die. Aan de andere kant, wat je zeg maar binnen TVA hebt, hebben we dus dat Auditoire en GMO. Dat zijn een aantal brands die ze bij elkaar gestopt hebben, wat eigenlijk een global netwerk is. Met name Europa en US.
Maar dan kan je ook grote events aan. En dat is natuurlijk ook daar wel weer een slagkracht, dat je een enorme dingen kan gaan realiseren. Dus die, maar ik denk dat uiteindelijk de ook binnen de reclamenetwerken, ja, dat valt allemaal reuze mee. Want al die oude netwerken die zijn eigenlijk allemaal verschrompeld. En de netwerken die er nog zijn, kijk, TWA is meer, ik noem het meer een federation eigenlijk, omdat het heel veel bureaus zijn die met lokale aandeelhouders, dus gekochte bureaus, dus de Boco, Heimat in Duitsland, Terran in Mexico, dat zijn allemaal founders die er een tijdje nog zitten, of andere partners hebben die nog echt shareholder zijn, maar lokaal een hele harde footprint hebben, dus een sterk zijn. Ja, als het pure netwerk is, ja, dan al die namen zoals Burnett of OBLV of ja, het is, nou, BP is dan wel, maar hè, dus het is bepaalde brands die waren er. En dan denk je, ja, wees, daar zijn al die brands gebleven. Dat waren in de tijd dat ik begon, hadden allemaal hartstikke grote bureaus. Ja. En die zijn eigenlijk allemaal weg. En, waren die misschien wel te traditioneel? Nou, kijk, het is netwerkbureaus bestonden natuurlijk ook een beetje uit eenheidsworsten die de hele wereld overgaan. En dat is natuurlijk heel erg veranderd. Dat is gewoon niet meer zo. Het is digitaal, het is persoonlijker, meer targeted. En, ja, dan moet je die disciplines in huis halen. Er zijn ook zo'n voorbeelden van bedrijven zoals WPP die dat hartstikke goed gedaan hebben. Dus die en TWA en DDB ook wel. Dus het is niet alleen maar kom en kwel. Dus dat hangt natuurlijk vanaf of mensen daar gewoon goed in zijn, dat het goed bijgehouden hebben. Maar het is eigenlijk wel meer een lokale business geworden. Ja. Als je het hebt, de verandering van zeg maar tv-commercials naar video. Nou, video is per definitie kleiner en meer target. Dus het is gewoon een gefragmenteerdere business geworden. Ja. Kleiner en lokaler. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat die lokale bureaus. Het interessante is dat mensen zich aan het lokale juist weer heel erg herkennen. Ja. Dus ik. Local culture, hè? Dus, ja, dus dat is echt super belangrijk. Uiteindelijk draait alles over aandacht. En als je de cultuur goed snapt, ja, dan je concurreert met Trump, die dan weer met de Koreaanse president staat. Ja. Dat is waar je mee concurreert. Ja, ja, ja. En dan, ja, wat is interessant? Ga je dan naar die banner kijken? Of, hè, dus, dus is er geen nieuws? Dan heb ik misschien. Dus je concurreert ook een beetje met culture, met local culture. En, dus je moet ook local culture creëren. En, als er iets local is, is het natuurlijk wel festival en events en zo. Dat is echt on the ground, zeg maar. Ja, en hoe lokaal, ik zit veel klanten, wij deden ooit de opening van de Wereldmuziekcomponie in Kerkrade. Toen was het Concertgebouworkest de Mars van de Drie Sinaasappelen laten spelen van Mussorgsky. En toen zat ik dat aan, want dat was toch het beste orkest ter wereld. En dat is het misschien ook wel, dat mogen de kenners beslissen. En zei ik, ja, maar jongens, jullie hebben de fanfare uit Thorn en daar heb je er twee van wereldklasse en die zitten gewoon om de hoek. En waarom geef je hun het podium niet? Waarom laat je het Fenway Snake niet drie keer door een stadion heen lopen? Want daar is de lokale cultuur is veel internationaler dan wat je in huis had, wat je inkoopt en wat je voelt. Waar wij iedere dag mee bezig zijn, is, en daar gebruiken wij het woord local heel vaak voor, hoe lokaler je het maakt, hoe groter het kans heeft om internationaal opgepakt te worden. De accordeon van Rowan Heerse vindt zijn weerklank en zijn resonantie en allerlei beetjes in Parijs. Of die Nieuwjaarsduik, dat zijn allemaal, die zijn juist, dat gaat rijden. En die maken het veel groter, de Elfstedentocht, hè, wat vonden wij er nu aan doen, is een nieuwe Elfstedentocht aan het creëren. Waar we dadelijk niet meer een glazen huis hebben, maar we gaan met z'n allen zwemmen. Ja, ja. Dat is toch wat gaat gebeuren. En dankzij deze jongen, weet je, we geven hem een standbeeld. Ja. Is omdat het lokaal wordt. En omdat er tractoren met lampen langs de donkervaart staan. Ja. En die maken dat het van internationale klasse wordt. En dat zit heel erg in ons vak. Ik zag het, de tijd die ging door. Mag ik nog één slotquote van je meenemen? Ik weet niet of ik dat zomaar kan opboesten. Dit is de allerlaatste. Dat was eigenlijk mijn laatste stelling ook, maar die hoeven we niet voor te lezen. Want er staat namelijk een openingsset en dat is het al lang niet meer. Als je nou morgen een reclamebureau zou beginnen, wat zou je dan echt anders doen? Ja, dat zat zo ver bij me vandaan. Ja? Als ik nu zeg maar in reclame, dan ja, ik zou me dan richten op wat we bijvoorbeeld het laatste wat we bij TWA gedaan hebben, is dat 4 jaar geleden Vidiboco opgericht, dus online video formats, dat zou ik dan, dat ik denk dat, dat nu wel zeg maar het meeste potentie heeft om te groeien. Ja. En daar zit ideekracht en het produceren in, wat ook heel belangrijk is, waar je net refereerde. Als je niet produceert, dan
wordt het al gauw heel lastig om überhaupt iets te verdienen. Mm-hmm. Dus dat is, ik zou denk ik in die hoek zoeken, maar ik vind ook, ja, ik ben zo gewend om eigenlijk om die channel te denken. Mm-hmm. Hè, dus dat ik dat ook weer heel moeilijk vind om, maar ja, als je zou moeten beginnen of iets, daar zit groei in. Het geldt overigens ook voor event, voor mij voor event business, dat is ook super interessant. Ik zou een bureau oprichten wat zich richt op live contact, maar dan omnichannel. Ja, ook richting retail. Ook call centers. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel leuk. Daar zit hier een investeerder naast me, dus je weet. Wie weet. Ja, wij gaan dan ook een keer beter. Ja, ja, ja. Ongelooflijk veel dank. Ja, leuk om te doen. We moeten even dank kijken. Voor de uitnodiging. Ja.